Android. I will kill you! I will kill you! Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Gisteren heeft het enorm geregend, zoals je kunt zien. De damp staat op de motor. Bij zowel bij mij als die van Ellen. Ik wens jullie heel veel kijkplezier. En jullie hebben al wat kleine voorstukjes gezien. Dus niet schrikken. We gaan beginnen. Oké, en nu? Nou, linksaf, hè? Links. Aha. Ik dacht niet hoor. Even een shotje van mezelf. Dankjewel Ellen. Zoals je kunt zien, de regen van gisteren heeft echt mijn camera helemaal nat gemaakt. Het zit dus gewoon vocht in het behuizing. Jammer genoeg, heel veel beeld verloren hierdoor. Ga je gang, je hebt de route. Dat is die route uit Montagne. Ja, dat is die route uit Montagne. Ja. Ben je er al twee keer voorbij gereden? Ja. Dus. Nou, hij is gelukt. Joho! Very small roads. No Ja, dat geloof ik, ja. Ja, super. Thank you.
Ik god als een rare route in. God, waar gaan we heen, joh? Ik zag het bordje zaal wel een keer opkomen. Ik denk, ja, dat kan toch niet? Als we zo nergens afgeslagen zijn, wil ik even de lens even schoonmaken van de camera. In ieder geval op mijn dashboard. Had je gelijk een boek gelijk even. De petit moment. Wat zijn nou deze? Ja. Voilà. Bon y va. Ouder dan wij. Nooit op een paard gereden, hoe gek ik er ook op ben. Zulke mooie beesten. En het uitzicht, jongens, het was zo'n mooie dag die dag. Heerlijk. Hij is nu afgesloten, of niet? Oh nee, nee, dat gaat goed. Dat was de vorige keer ook. Ja, gaat goed. Hier de T-splitsing waar we die twee fietsers zagen staan. Ja. Houden we links aan. Ja. Stuurt. Wat? Oh, mijn god. Route Forestier. Nu zijn we de Route Forestier. Ja, ik weet nog niet welke weg het is. Ik word er maar nog I will kill you! I will kill you! Very small roads. Yes. Oh shit, you never... Gewoon aandrijving houden en kijken waar je heen wil. Ja, precies. We hebben de vorige keer hier niet gekeerd. 470 meter. En dan? Ja, dan weet ik niet. Dan hebben we het doel op dit pad bereikt. Ik denk nog niet dat dat het einde van het pad is. Er ligt meer mos dan ik me kan herinneren. Jezus, ik vind het
Ja. Oh, dat lijkt er wel. Stoer, hè? Oh, nou, ik weet nog de vorige keer, we hadden volgens mij de bagage bij ons, had ik jou achterop. Toen zat ik hier zo van, zit maar een beetje naar voren. Ja, inderdaad. Ik heb geen druk op mijn voorwiel. Ik heb nu zoiets, oh, la 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 la. Twee vingers in de neus. Dat geloof ik. Als jullie dat soort beelden niet gemaakt hebben, dan gaan we heel makkelijk uit de grond op weg. Echt forse rommel hier. Dat heeft ook best hard geregend. Ja, rechtervoet, rechtervoet, rechtervoet. En voorzichtig rijden. Kijk waar je heen wil. Allereerst zal ik even beginnen met zeggen dat met Ellen alles oké is. De ego is een beetje gebroken. De motor heeft een heel klein beetje schade, versnellingspook en het ruitje. Dat is een beetje jammer. Het ruitje hebben we inmiddels vervangen. Daar zit de scheur. De motor was vies. Ellen was vies. Zoals je kunt zien. Nogmaals, een beetje gebroken ego. Voor de rest gelukkig geen schade. Uiteraard zat de schrik er goed in, dus de eerste meters weer rijden. Dat ging erg langzaam. Dat geeft niks, zou ik ook gedaan hebben. Rustig aan, het is een smal weggetje. Maar goed, het ging goed. Maar dat zullen jullie zo wel zien. Het mooie is, dit ben je niet verleerd, hè? Ja, het voelen, dat snap ik. Dat snap ik helemaal. Oké. Okay. Ga niet zelf door. Nee? Nee, ja. Dit is de route waar we de vorige keer gekeerd zijn. Ja. Yeah. Hier zijn we de vorige keer gekeerd, dus toen hadden we hier zo'n heel groot ding boven de weg. En hier zijn we allebei op onbekend terrein. Wil je dat ik voor ga? Hé? Hey? De haarspeltje. Oké. Okay. Goed gedaan. Zolang je blijft rijden, mag je hobbelen wat je wil. Dit was de oorspronkelijke route waar we toen vanaf geweken zijn. Ik zei toch, die T-splitsing herken ik. En dat klopt er dus, want hier zijn we dus gekeerd. Precies. Wild.
Goed, ook van mij een klein stukje commentaar op dit filmpje. Na zo'n klap is er niks beters dan even bijkomen. En wat een prachtige plek is dit om even bij te komen. De Rue de Forestière de Bellevue in de Vogezen. Met mij is alles goed. En geniet even van met me mee met het uitzicht. Ja, zoals je hoort vindt Elden het vrij spannend om wat dingen in te spreken. Maar goed, zoals je hoort, het gaat ook echt goed met haar. We hebben hier even heerlijk gezeten en heerlijk gekeken. Van het uitzicht genoten en een beetje af zitten koelen, want het was echt warm die dag. Echt heel warm. Onze motoren staan hier trouw te wachten op ons. En wij gaan zo weer opstappen. Nog even wat foto's maken en dan gaan we weer rijden. We zijn er bijna. Nog een paar spannende stukjes. Hallo? Ah, oké. Nou, zetten we die ook nog even aan. Ja, gas. Hoe voel je je? Nou, het is inderdaad wel een ediewerkje dit. Intrekken en je rechtervoet gebruiken. Zo heel mogelijk laten lopen. Goed zo, netjes. Geen last van I. Soms is het best makkelijk als jij voorrijdt. Oh. Oh, maar ik zit, sorry, ik weet, je bent net gevallen, maar ik zit hier echt te genieten. Van de omgeving dan, niet van jouw val. Nee. Het is hier echt zo mooi. Weet je dat zeker? Ja. Nou, geen koffer. Ja, ga maar.
Ga maar. Gaan, 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 gaan. Gaan. Goed gedaan. Goed gedaan. Ja, ik zag hem. Je pakte hem net op tijd op. Goed gedaan, wijfie. Binnenkoeten. Complimenten. Deze mag je in je broekzak steken. Je mag nu doen wat je wil. Janken, blijdschap, weet ik veel, maar je hebt hem goed te pakken gehad. Sorry dat ik je een beetje test en doe en op je proef stel, maar... Je hebt hem. De eerste keer, moet je voorstellen, weet ik wel, 2-3 maanden geleden. Als je dus zo'n bocht had moeten hebben, dan was je op je plaat gegaan. Was je binnen de bocht tot stilstand gekomen en was klaar geweest. Zeg dat wel, ja. Met de boven, hè? Dan kan er misschien nog wel een reden komen. Die trailer staat nog stil. Ik ga hem gelijk draaien. Zo, wij zijn weer terug bij onze Chambredo, favoriet plekje in de Vogezen. Leeuw, La Grand Vos. Ik zal de link in de beschrijving zetten. Zoals gezegd, veilig terug. We gaan nog even naar de schade kijken. De man des huizes. Hier is die te zien, Philippe. Die helpt ons een beetje. Radiateur, koelvloeistof, et cetera. Nou, hij is echt geweldig geholpen. 'S Avonds. Het was... heerlijk afgekoeld. In Nederland was de temperatuur echt gewoon bizar warm. Wij zijn lekker gaan liggen onder, kijk eens, gewoon kale hemel. De volgende dag terug naar Nederland. Dat is het volgende filmpje. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Hoi.